Hey, welkom bij weer een nieuwe kookvideo. We gaan weer eens een keertje aan de slag met cheesecake. Want voor mijn gevoel is dat best wel eventjes geleden. Sterker nog, ik kan me geloof ik niet eens de laatste cheesecake die we samen hebben gemaakt herinneren. Dus werd echt wel een keertje tijd. We gaan aan de slag met een no-bake cheesecake. Dus je hebt er geen oven voor nodig, alleen een koelkast. Super simpel. En we voegen er Toblerone aan toe. Een van mijn favoriete chocolademerken soorten. Dus de cheesecake kan ook alleen maar lekker worden. Alle ingrediënten staan al klaar, dus laten we gauw beginnen. Beginnen doen we natuurlijk met de bodem. Ik heb hiervoor heel wat boter. Gaat in een steelpannetje. Allemaal graag. En die boter die smelt ik gewoon even in de pan. En ondertussen schuif ik even alle ingrediënten voor de cheesecake vulling aan de kant. Opgeruimd werkblad is een omgeruimd hoofd. Pak mijn foodprocessor erbij. En in de kom van de foodprocessor doe ik alle biscuitjes. Ik gebruik digestives. Kun je ook andere koeken voor gebruiken hoor, als je dat lekker vindt. Jodenkoeken gebruik ik bijvoorbeeld ook echt wel vaak. Vind ik ook heel lekker als bodem voor cheesecake. Bastonjekoeken kunnen ook, wat je wil. Die koekjes ga ik even fijn malen. Dus ik stop even met praten, want dat maakt natuurlijk onwijs zulke bouw. Zo dan. Maal de koekjes zo. Oeh, poedersuiker. Maal de koekjes zo fijn als je wil, maar zorg er wel voor dat er niet meer hele grove chunks in zitten. Want die gaan straks onder je cheesecake uitvallen op het moment dat je hem aansnijdt. Dat is natuurlijk zonde. Pak even een lepeltje erbij. En even die boter doorroeren. Nou, terwijl die boter smelt, koek is verkruimeld, ga ik al wel vast even verder met de cheesecake vulling. Daarvoor glij ik eventjes mijn standmixer deze kant op. Daar is die. Ik maak mijn cheesecake beslag eigenlijk altijd in de standmixer. Of met behulp van de standmixer, want dat scheelt me gewoon weer kloppen. Hoeft overigens niet, mocht je dat niet hebben. Of mocht je ook geen elektrische handmixer hebben. Dit kan prima met een garde of een pannenlikker, echt geloof mij. In de kom van de keukenmachine gaan vrijwel alle ingrediënten voor de cheesecake vulling. Dat is natuurlijk de naturel roomkaas. Gebruik voor een no-bake cheesecake altijd een A-merk roomkaas. Philadelphia bijvoorbeeld. Die is namelijk lekker stevig en dat heb je wel nodig voor een no-bake cheesecake. Die hele goedkope roomkaas van de Lidl bijvoorbeeld of zuivelspread geloof ik van de Albert Heijn kunnen prima voor een gebakken cheesecake. Voor no-bake is dit toch echt beter. Bij de roomkaas in de kom gaat een beetje slagroom. Poedersuiker. Klein beetje vanillearoma. Ik heb nu toevallig die van Dr. Utker. Maar ik geef altijd de voorkeur aan het vanille-extract van Nielsen Massé, geloof ik. Maar die had ik nu even niet. En daarbij gaan de zakje Kloppix. Slagroom steviger is dat om te zorgen dat het mixje wel wat steviger wordt. Ik hoor ondertussen de boter borrelen. Dus daar ga ik heel even mee verder. Even roeren, zodat ieder stukje boter is gesmolten. En als die boter dan is gesmolten, mag die van de kookplaat af. En dan mogen alle koekkruimels bij de gesmolten boter in. Kijk, het is echt een koekjespoeder geworden. Lekker! Zo. Nou, dit schep je natuurlijk even goed om, zodat ieder koekkruimeltje is voorzien van een laagje boter. Je wilt natuurlijk wel dat die bodem lekker blijft plakken. Aan de cheesecake vulling, maar ook aan elkaar, zodat je gewoon mooie punten kan snijden. En als je dan die boter en de koekruimels hebt omgeschept, pak je je springvormer bij. Voor dit recept kun je springvormen in de maat van 20 cm tot en met 24 cm gebruiken. Het is maar net wat je in huis hebt en wat je wil bereiken. Ik heb bijvoorbeeld wel zin in een hoge cheesecake. Ik vind dat altijd net even wat mooier uitzien. Dus ik gebruik een vorm van 20 tot 22 centimeter. Wil je liever een wat plattere, maar grotere taart, dan gebruik je 24 centimeter. Die koekbodem, die stort je in de springvorm. Oeh, er wordt wel een hele dikke bodem bij mij. Lekker, ik vind bodem altijd een van de lekkerste dingen. Nou, deze wordt echt wel, nou, 2 centimeter dik. En die koekbodem die druk je even heel goed aan met de achterkant van een lepel. Je kunt het ook eventueel met je handen doen. Wel even goed je handen wassen natuurlijk. Maar dan weet je zeker dat die koekruimels heel stevig op elkaar zijn gedrukt. Hoe steviger de kruimels op elkaar zijn gedrukt, hoe beter de koekbodem strakjes blijft zitten bij het aansnijden van de taart.
Kijk, en zo ziet het er dan ongeveer uit. Echt een egale laag. Je ziet eigenlijk, als je het goed hebt aangedrukt, geen losse kruimeltjes meer liggen. Zo. Het is altijd heel lekker om het achtergebleven stukje koek op te eten. Springvorm schuif je even opzij. En dan gaan we verder met de cheesecake vulling. En ik had natuurlijk alle ingrediënten al in de kom gedaan. Dus het enige wat je nu nog hoeft te doen is dat even lekker romig kloppen. En nu is het natuurlijk wel zo lekker om die Toblerone ook even goed door de cheesecake heen te verwerken. Dus ik heb hier een flinke bak, bijna 400 gram aan Toblerone. Ik ga daarvan een deel in een pannetje smelten. Als een soort van chocolade cheesecake-achtig idee. De andere deel, er zit nog een beetje in, die ga ik hakken. Zodat er ook in de cheesecake wat stukjes Toblerone zitten. Snijplankje erbij. Toblerone erop. En hakken maar. Hoeft niet zo heel erg fijn. Je mag namelijk die stukken wel echt proeven, vind ik. Het is juist wel lekker als je een hap neemt van die romige cheesecake. Dat je dan echt door zo'n stuk chocolade heen moet bijten. Dit is perfect. Kijk, echt nog wel grote chunks. Roer af en toe eventjes door die Toblerone. Om ervoor te zorgen dat hij niet verbrandt. Dat is natuurlijk zonde. Zet het vuur dus niet al te hoog. En het wordt niet zo'n gladde pasta zoals je gewend bent als je een reep normale chocolade smelt. Of pasta, juist geen pasta. Dat wordt het als je Toblerone smelt wel een beetje. Er zit natuurlijk van alles al in. Er zitten nootjes in ook nog eens. Dus verwacht niet zo'n perfect vloeibaar goedje. Maar dat hoeft ook niet. Nou, de keukenmachine is klaar met kloppen. Oh, dit is zo lekker. Het smaakt ook echt naar soft ijs. Nou, de Toblerone is bijna gesmolten. Dus die mag in de kom met het roomkaasmengsel. Kijk hoe lekker dit er al uitziet. Dit is al heel erg lekker om te eten. Laat staan als er dan ook nog eens een lekker mengseltje bij gaat. Goed, die Toblerone is nog een beetje chunky. Maar zoals ik al zei, maakt helemaal niet uit. Die schep je nu bij dat roomkaasmengseltje in de kom. En dit meng je heel even goed door met je pannenlikker. Dat kun je ook nog steeds onder de keukenmachine doen. Maar goed, dan ben je wel heel lui bezig. Je kan het zeg maar zo laten, zodat je echt zo'n marble cake hebt. Vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Mocht je dat nou niet willen, dan spatel je gewoon nog even ietsjes langer door totdat die chocolade en die roomkaas helemaal zijn gemengd. Tot slot heb je natuurlijk nog die grote chunks Toblerone die er doorheen mogen. Spatel je er ook even kort door. En dan is hij top zo. Springvormpje er weer bij. En dan mag dat hele roomkaas, de cheesecake beslag, in de springvorm. Kijk hoe lekker gemarmerd dit eruit ziet. Jam, alles meenemen. Of niet, dan heb je tenminste nog wat uit te likken zometeen. En dat cheesecake beslag, dat verdeel je natuurlijk even goed over de springvorm. Kijk, oh, dit is zo lekker. Gaat niks boven een verse cheesecake, als je het mij vraagt. Of die nou gebakken is of niet. Gruwelijk lekker. Randjes maak je even schoon met de keukenrol of met je vingers, zodat je het kan aflikken. En dan mag je cheesecake de koelkast in. Minimaal 4 uur, het liefst ietsjes langer, zodat hij goed kan opstijven. Dus ik ben later bij je terug om hem af te gaan maken. Alright, onze Toblerone cheesecake komt zojuist de oven, wilde ik zeggen. Maar hij komt uit de koelkast. Hij is in ieder geval voldoende opgesteven en hij is mooi gemarmerd. Zoals je aan de zijkanten kan zien, er zit echt chocolade, Toblerone stukje zie je en nog wat wit cheesecake beslag. Dus het is tijd om hem af te gaan maken. Doe ik heel simpel. Vind ik altijd het lekkerst omdat een cheesecake eigenlijk al ingewikkeld genoeg is. Hoeft de topping niet zo heel erg uitgebreid. Dus ik heb hier wat opgeklopte slagroom. Heb ik een heel klein beetje poedersuiker aan toegevoegd. Die hele taart is natuurlijk al best wel zoet van zichzelf. Dus hoef je ook niet nog een keertje heel veel suiker te gebruiken in je slagroomtopping. Nou, en die slagroom die verdeel ik gewoon een beetje over de bovenkant van die taart. Hoeft niet netjes, mag natuurlijk wel, hè, maar dan zul je hem echt nog even met klopfix of iets dergelijks moeten opkloppen. Wil je er echt toefjes van kunnen spuiten? Maar dat is niet helemaal mijn ding. En ik heb hier
wat grof gesneden Toblerone. En die leg ik nu gewoon in het midden. Kijk, hoe lekker ziet dit eruit. Ook de snippertjes meenemen natuurlijk. Ik ga geen chocolade verspillen. Zo, laten we hem gaan proeven. Moment van de waarheid, jongens. Ik heb een stukje afgesneden en je ziet hier echt zo'n gigantische chunk Toblerone zitten. Heel erg lekker. Hij ziet er in ieder geval heel erg lekker uit. Ik ben heel benieuwd naar de smaak. De bodem is lekker dik, echt wel een centimeter of zo. Dus ik verwacht lekker veel crunch in deze taart. Oh. Alleen de bodem is gewoon al lekker. Heel lekker. Ja, top. Vooral die grote chunks Toblerone in de taart zijn echt heel erg lekker. Laat ze dus zeker lekker groot en snij ze niet te klein, want je wilt het echt proeven. Plakt heel erg aan mijn mond nu, maar zeker een aanrader en heel makkelijk gemaakt, zoals je hebt kunnen zien. Mocht je nou het uitgeschreven recept willen zien, dan kun je member worden van Oh My Foodness. Je kunt er alles over vinden in de beschrijving onder deze video. Daar vind je ook alle benodigdheden en hoeveelheden van alle benodigdheden. Super makkelijk in ieder geval deze cheesecake. Hopen dan ook dat je de video leuk vond om te zien. En hopelijk tot volgende week. Doei!